Wat leeft er bij jongeren en wat moet de politiek daaraan doen? Tijd voor minder blabla en meer luisteren naar jongeren zelf. Daarom ga ik in gesprek met mensen die het goed kunnen uitleggen. Ikram, kun jij het goed uitleggen? Ja, ik denk van wel. Alright, wie ben jij? Dus mijn naam is Ikram, ik ben student aan de VUB en ik ben ook voorzitter van een studentenkring. Dus ik denk dat ik er wel veel over kan vertellen. Ja. Mogen we weten welke studentenkring? Jazeker, Mixomnia, dat is een niet-faculteitsvereniging. Dus we zijn niet per se gelinkt aan de faculteit, gewoon een losse vereniging, maar wel van de VUB. Ja, alright. Je mocht weten, ik ken eigenlijk redelijk weinig van studentenverenigingen, want ik zat er zelf niet bij toen ik studeerde, dus ik ga heel veel domme vragen hebben voor u. Ik zal al beginnen met een eerste. Zijn je dan gedoopt? Nee, ik ben niet gedoopt. Omdat wij dat ook niet aanbieden in onze vereniging. Dat is niet verplicht? Nee, helemaal niet verplicht. Allee, nee, we doen het ook gewoon niet. Omdat wij staan dus in voor diversiteit. En bij ons is het eigenlijk belangrijk dat iedereen zich eigenlijk vrij voelt van het te doen of niet. Maar wij bieden dat dan ook niet aan, omdat er genoeg verenigingen dat aanbieden. En wij vinden het eigenlijk belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt. En zo, ja, zich niet onderdrukt van oké, ik moet me echt gaan beginnen dopen om ergens bij te horen. Terwijl je kunt ergens bij horen zonder heel dat doopgedoe. Ja, dus niet elke studentenvereniging heeft een doop en dat is oké. Nee, zeker. Nee. Alright. Alright. En met hoeveel zijn jullie zo? Dat is zo moeilijk, want we hebben eigenlijk een heel grote ledenbasis, maar zo over heel de jaren. Maar dat is zo, elk jaar heb je dan zo, moet je opnieuw lid worden. Dus ja. Ik zou dat niet. In totaal zijn er echt heel veel. Maar ik zou zeggen, bijvoorbeeld voor het vorig academiejaar 300 leden of zo. Alright. En het bestuur bestaat uit 8 à 10 leden. Ja. En wat doen jullie dan? Wat doen wij? Dus wij, zoals ik al zei, wij leggen focus op diversiteit. En wij organiseren gewoon events waar dat iedereen samen kan komen en van alles doen. Dus we hebben recreatieve evenementen, zoals een Halloweenfeest in het begin van het jaar in Kampvuur. En dan is dat zo in het begin dat iedereen elkaar leert kennen, maar wij bieden ook educatieve workshops aan, zoals bijlessen, boekhouden. Die zijn echt, daar is altijd superveel volk aanwezig. We moeten altijd 2 aula's afhuren en zelfs alleen sommigen moeten op de grond gaan zitten. Omdat er eigenlijk heel veel struggle is bij het vak boekhouden in het eerste jaar vooral. En dat is echt elk jaar weer hetzelfde, dat heel veel studenten ernaar vragen. En dan organiseren wij een grote bijles boekhouden. Dus aan educatie wordt vooral ook veel gedaan. En dan hebben wij ook de maatschappelijke kant. Mm-hmm. En wij zijn eigenlijk sociaal heel actief, vooral charity. Dus dan gaan wij in de winter altijd een dakloze actie organiseren, vooral in Brussel eigenlijk rondtrekken en overal gaan helpen waar het nodig is. En daar is echt een concreet plan voor. En we hebben dit jaar, ik kan met trots zeggen dat we als eerste een humanitaire reis hebben georganiseerd. We zijn naar Marokko gegaan en dat was echt een heel groot succes. Op humanitair vlak wordt echt veel gedaan en dat vind ik het mooiste aan de vereniging. Ja, amai, cool. Als ik dat nu hoor, ja, dan had ik daar wel bij kunnen aansluiten als jongeren eigenlijk. Ja, ik denk ook wel dat je tof had genoeg. Ik ben nog altijd blij van mijn vrouw, maar natuurlijk is het voor iedereen. Je moet ook niet, dat is ook een regel van ons, je moet niet van de VUB zijn. Ah, oké. Okay. Ja, dus iedereen, we hebben ook leden van de Odyssee, Erasmus, van alles. Dus, oké. Okay. Is dat iets dat andere studentenverenigingen ook doen? Is dat iets gewoon? Dat denk ik niet. Allee, ik kan dat niet met zekerheid zeggen, maar de meeste zijn echt enkel VUB. Ah ja, oké, maar tof. Ja. Maar als we het zo hebben over studentenverenigingen, dan is het voor mij zo het eerste beeld dat ik heb, is het beeld van zo de doop, hè, wat ik vroeger zag toen ik zelf studeerde, of op het nieuws zie je dat ook. Ja, hè. Beetje de vernederende beelden, of soms ook de vieze beelden, letterlijk als in smurrie over zich en zo. Dat is het beeld dat ik heb. Ja, wij komen daar wel mee in aanraking, omdat we hebben dus onze vereniging lokaal en die moet gedeeld worden met andere verenigingen. En wij delen dan met doopverenigingen. En wij zien dat is echt heel vaak, ik zou zeggen elke donderdag of zo, of om de zoveel dat die dan gaan dopen. En dat is nu echt wel iets anders, hè. Dat is heel gedurfd en ik
weet niet, ik denk dat niet iedereen zich daar echt bij goed voelt, maar dat sommigen het doen omdat ze het gevoel hebben dat ze... Dat het zo hoort. Want ja, iedereen doet het, dus ik moet het ook doen. Maar dat niet iedereen zich persoonlijk er wel goed bij voelt. Dus mijn persoonlijke mening is dat het is echt niet nodig om dat samenhorigheidsgevoel te hebben. Ik zou dat echt kunnen weglaten. Ik denk, of ja, een doping doen, dat minder, waar minder bij komt kijken van ja, het vieze, zeg maar, en het gedurfde, dat echt weggelaten kan worden. Want allee, vooral... met de gevolgen dat dat kan hebben. Ja, ik denk dat ze daar voorzichtiger mee moeten zijn. Ja, ik heb laatst zo op Instagram gevraagd aan volgers wat zij ervan van vinden, van zo'n studentenverenigingen. En ik heb echt gigantisch veel reacties gekregen, heel veel, en heel veel gemengd. Hè. Sommige mensen heel hard tegen. Misschien ook een beetje naar aanleiding van het verhaal rond Sandadia, die daar echt wel van geschrokken zijn. En anderen die echt wel zeiden van, ja, maar in mijn studentenvereniging was het wel oké, en heb ik heel veel goede vrienden gemaakt. Dus ik probeer het ook wat te begrijpen, hoe dat voelt om in zo'n vereniging uit te zitten. Maar allez, ik heb echt wel veel verhalen al gelezen rond seksisme en racisme in zo'n doopritueel vooral. Zijn dat verhalen die jij ook al hebt gehoord? Seksisme en racisme. Ik heb het wel zo horen vallen. Maar ik was er zelf niet bij, dus ik kan me daar niet echt over uitspreken. Maar ik denk echt wel dat wel plaatsvindt. Niet enkel in verenigingen, maar gewoon op instellingen, VUB of andere scholen, dat sowieso nog altijd een probleem is. Maar dus in verenigingen, seksisme, ik zou zeggen ten eerste dat het voor vrouwen nog altijd moeilijk is. Ik denk dat een vrouwelijke president meer moeite moet doen dan een mannelijke president, omdat je dan eigenlijk... Het is wat moeilijker om serieus genomen te worden en respect af te dwingen. Je moet echt wel vechten voor je plaats, heb ik het gevoel. Dus ik denk dat seksisme en ja, zelfs grensoverschrijdend gedrag, dat echt nog steeds gebeurt binnen verenigingen, dopend en niet dopend. Dus dat is eigenlijk wel nog altijd een probleem. Ja, grensoverschrijdend gedrag ook? Ja, dat wel. Dat is eigenlijk dat is heel veel gaande op school. Daar zijn ook veel verhalen rond. Het is echt zo delicaat, hè, want het is zo van, oké, is het nu wel zo of niet het geval? Het is echt, en de VUB heeft daar ook zo in het nieuws mee heel veel rond... Ze zijn er in het nieuws rond geweest. Ja, inderdaad. En het probleem ligt niet bij de VUB zelf, maar het is gewoon... dat is echt gewoon iets dat nog steeds gebeurt. En ik denk, bij studentenverenigingen... Ik geloof echt dat je vrienden voor het leven maakt. Maar ik denk ook wel dat ze, als ze in een bepaalde kader terechtkomen, dat ze dan ook zo... dat er een grens is tussen vrienden en wat al dan niet mag, dat ze zodanig op hun gemak zijn dat ze dan zich bepaalde dingen permitteren en dat het dan heel snel kan gebeuren. Zoiets dat grensoverschrijdend is dan. Ja. Dus daar ligt eigenlijk de drempel van. Is het oké of niet? Dus ja, dat is nog altijd een gevoelig onderwerp. Ik kan wel zeggen dat nog steeds gebeurt. Dus zowel seksisme als grensoverschrijdend gedrag. En racisme ook. Het is nog altijd moeilijk. Wij persoonlijk, met Mixomnia, wij weten het niet of dat wij daar onder racisme moeten zitten. Maar het is gewoon van... soms zijn er bepaalde dingen die gewoon... oneerlijk lijken. En ik denk dat je u daar ook in kunt terugvinden, mijn achtergrond. Omdat er zijn zo sommige zaken die gewoon... Dat je denkt van, oké, is dat nu door mijn achtergrond? Is het enkel discriminatie? Of is het echt, of gaat het wel ligt de grens aan racisme of niet? En, over wat gaat dat dan bijvoorbeeld? Kan je een voorbeeldje geven? We hebben dus een overkoepelende vereniging, dat dan eigenlijk voor alle verenigingen is. Mm-hmm. En die zorgen dan voor ons. Die hebben ons eigenlijk onder hun vleugel, zeg maar. Ja. En soms hebben we wel te maken met oneerlijkheden, zeg maar. Ja. Dat we denken van, oké, dit is echt puur omdat... Wij zijn eigenlijk slachtoffer van ons succes, want we hebben heel veel leden. En we hebben, het werkt gewoon heel goed op de VUB. En soms hebben wij zo van hogeruit dan opmerkingen dat we denken van, oké, dit is echt... niet zo fijn eigenlijk, niet zo eerlijk. En dan voelen wij
ons gediscrimineerd. Dus dat is wel de spijtige kant. Ja. Ik ben zelf enorm geschrokken door de zaak Sandadia. En, hoe is dat bij u en misschien ook bij jullie studentenvereniging binnengekomen? Ja, we hadden toen samen naar het reportage gekeken van Sandadia. En we waren daar wel zo inderdaad van geschrokken. En we hebben daar gewoon... We hebben zo een Discord-groep waar wij zo regelmatig in praten. En dan hebben we daar eigenlijk een talk over gehouden, omdat wij dat belangrijk vinden om mensen daarover te sensibiliseren. Mm-hmm. Wij vinden het echt belangrijk om daar gesprek over te voeren, omdat dopingen blijven nog altijd doorgaan, ondanks wat er is gebeurd. Wij proberen dat zoveel mogelijk platform te geven en zoveel mogelijk het gesprek te voeren over dopingen, omdat het dan bij ons niet gebeurt. En wij dan ook extra hard nadruk leggen op waarom dat het dan niet bij ons zo is. En omdat wij zulke dingen dan ook willen vermijden, want ja, het kan heel snel gebeuren. En het was eigenlijk wel een emotionele shock, ik denk, voor veel leden van ons. En dat wij dan zo nog meer... hoe zeg je dat? Niet een degoe, maar zo dat wij meer van... Nog steeds dopen een beetje minder vonden. Dus de Sandadia-zaak heeft toch wel iets bij ons gedaan. Ja, ja, ik was zelf op de betoging nadien in Brussel, na die uitspraak van de rechter en het vonnis eigenlijk, ben ik daar naartoe gegaan. En ik herinner mij de stilte op dat moment. En een betoging is meestal heel luid. En daar was het heel stil. Ik was er zelf niet, dus wacht, wat bedoel je? Dat was tijdens de examens, denk ik ook. Dat was inderdaad tijdens de examens. Ja. Vind je dan dat er meer lawaai rond moest zijn? Nee, ik vond net dat de stilte zo sprekend was, omdat het... Zo'n bezinningsmoment of zo. Ja, omdat het zo hard binnenkwam dat je zelfs... niet zo gewist was, zeg je. Allee, ja. Dat... Ja, ja, ja. Ik denk dat er heel veel verontwaardiging was. Ja. Heel veel shock. Dat zelfs ik toen, ik wist niet zo goed hoe ik moest reageren. Ik was een beetje perplex. En ik wist wel van, ik moet naar die betoging gaan, omdat ik... Ja, ja, ja. Ik wil met mensen zijn die caren en die daar echt om geven en die datzelfde gevoel delen van... Dit is niet eerlijk. En van dit voelt niet eerlijk. Ja, ja, ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat de stilte een beetje toegevend was. Van, oké, dit is echt fout. Dat misschien bij sommige mensen is binnengedrongen van... dat is gewoon niet oké wat er is gebeurd. En dat mensen die zelf in de vereniging zaten... Mm-hmm. misschien zich in de vraag hebben gesteld van... Oké, is dat dopen nu echt nodig... En vind je dat UNIFS of politiek, maar UNIFS misschien ook daar meer regels rond moeten stellen rond dooprituelen? Ja, absoluut. Ik vind echt dat er iets aan gedaan moet worden. Ik vind dat de rituelen bij dopen eigenlijk moeten nagekeken worden voordat die echt plaatsvinden. Dat is nu wel moeilijk, maar echt controleren op ook drugsgebruik. Want dus drugsgebruik is gewoon echt ook problematisch in het handelen. Hè, dat sommige mensen dan niet meer normaal kunnen acten. Dus ik denk dat daar echt extra controle op moet zijn. En op de doping zou dan echt stap per stap moeten uitgelegd worden. Of toch in grote lijnen van, oké, dit gaat gebeuren. En gewoon met moderatie of zo. Ja, 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 ik snap wat je wilt zeggen. En naar aanleiding van Sandadia ook, hoorde je dat sommige mensen lid worden van een studentenvereniging. Eén, om ergens bij te horen, maar dat is bij Mixomnia ook op zich. Om ergens bij te horen, om vrienden te maken. Maar ook om meer kans te maken in je professioneel leven. En dat hoorde je ook bij het verhaal rond Sanda, dat hij het gevoel had, dat dat toch het idee was. Ja, ja. Van, als je dat doet, ga je meer kansen maken later. Ja. Maar dat is absoluut een feit. Dat is gewoon echt het geval. Ik denk dat velen het ook omwille van hun studies doen. Omdat er wordt vaak gezegd dat je dan meer kans maakt... In de zin van, je gaat dan samenvattingen
eventueel examenvragen krijgen die je anders niet krijgt, want het is echt inclusief en het is echt, dat is echt zo eigenlijk een soort van macht die je dan hebt van oké, ik hoor ergens bij en ik heb hier voordelen aan. En het is heel dat pakket dat zo aantrekkelijk is en dat is eigenlijk foutief dat dat zo is. Yeah. Dat je dan al die stappen moet ondergaan om dan meer kans te maken op een succesvolle toekomst. Ja, dus niet iedereen heeft eigenlijk eenzelfde kans om te slagen eigenlijk. Ja, sommigen gaan dan meer moeten doen dan anderen. Ik denk dat studenten die in een faculteitsvereniging zitten toch wel veel kans maken om hun studies te halen, omdat ze dan echt zo verbonden zijn met elkaar en elkaar dan steunen, wat eigenlijk ook goed is, maar ja, ook een beetje oneerlijk. Ja, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt op de hogeschool of UNIF, dus los zelfs van de studentenvereniging? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen? Dat is eigenlijk wel een moeilijke... Of kan iedereen zich vandaag... Heb je het gevoel dat iedereen zich vandaag thuis kan voelen? Misschien is dat de eerste vraag. Ik denk ten eerste... wat ik heb opgemerkt is dat internationale studenten het moeilijker hebben. Mm-hmm. Dus al wie dat Engels spreekt, die zijn echt zo... Allee, op de VUB is er eigenlijk nog heel veel dat Nederlands is. Ja. En dus op het vlak van taal doen ze niet echt heel veel moeite voor internationale studenten. Want ik heb eigenlijk echt al veel gesprekken gehad met hen. En zij komen dan van andere landen en hebben het wat moeilijker om zich thuis te voelen. En die dingen dat echt moeilijk is als je van een ander land komt en dat je dan op kost zit en helemaal niemand kent... Studentenverenigingen helpen daar dan in. Maar ik vind dat daar echt wel veel meer focus op moet liggen. Dat ze, ik weet niet op welke manier, maar toch wel dat daar echt focus op ligt. Dat er ook veel, als er een nieuwsbrief wordt gestuurd, dat die ook in Engels wordt gestuurd. Ja. En van alles. Het is in details. Ik heb persoonlijke gesprekken gehad en het was echt zo van: oké, hier hebben ze weer moeite gedaan en hier ook. En ze hadden echt allemaal dezelfde mening. Dus dat heb ik wel opgemerkt dat echt een probleem is. Ja. Dus misschien minder dat lokale en meer nationaal werken. Ja. Want we zijn toch alleen in het centrum van Europa. Dus ik denk dat echt wel belangrijk is. Ja, en algemener misschien rond onderwijs, en dan gaan we afsluiten. Rond onderwijs. Wat is er nodig om iedereen een eerlijke kans te geven, om iedereen echt een gelijke kans te geven om er te geraken? Ondersteuning. Ik zou zeggen, persoonlijke begeleiding, maar daar kies je dan ook zelf voor of je dat wilt accepteren of niet. Want ik denk dat er sommige mensen moeilijk hebben. Niet eens naar hulp gaan zoeken, maar dus persoonlijke begeleiding op vlak van onderwijs. Wat ik nog altijd een probleem vind, is de overgang van middelbaar naar UNIF. Mm-hmm. Er zijn zoveel mensen die zich heroriënteren en zo vaak van richting veranderen, omdat ze gewoon zijn 18, zijn afgestudeerd en ze weten niet waar ze moeten geraken. En dat is echt een probleem. Dat nog altijd gaande is. Ik ben zelf ook van richting moeten veranderen. En dat vind ik zo spijtig, dat je dan eigenlijk op UNIF komt en dat je een beetje verdwaald bent. En ik denk dat er heel veel mensen verdwaald zijn, maar dat iedereen gewoon aan elkaar zit te lachen van oké, ik ga het wel vinden, maar uiteindelijk weet niet echt iedereen wat dat je aan het doen is. Iedereen is zo van oké, ik doe maar wat. En dat vind ik spijtig. Dus ik denk dat daar echt meer ondersteuning voor zou moeten zijn. Dus echt begeleiding in het kiezen van uw studierichting. Ja. Daar moet echt... misschien ligt het probleem zelfs in het middelbaar, als ik dat zo mag zeggen, dat iedereen persoonlijke begeleiding zou moeten hebben van oké, waar ben ik persoonlijk goed in? En ook vooral dat studeren... je hoeft ook niet te studeren. Je kunt ook keiveel andere dingen gaan doen, maar waar ben ik nu echt goed in? En waar kan ik naartoe? Dus daar moet wel begeleiding voor zijn. Is het ondertussen voor u al duidelijk waar je naartoe gaat? Als ik eerlijk moet zijn, nog altijd niet. Ik probeer maar wat te doen en ik hoop dat ik wel ergens ga geraken. Maar ik vind het nog altijd het moeilijkste. Ik vind dat we echt jong zijn allemaal. En dat het echt moeilijkst is om te weten wat je voor de rest van je leven gaat doen. Niet dat je altijd hetzelfde gaat doen, maar ik bedoel... het is echt moeilijk om het nu te bepalen. Je kunt echt, we zijn jong, wij kunnen alle richtingen uit en het is echt... Ja, soms echt moeilijk om te weten van dit wil ik echt doen. Dat is een enge gedachte.
dat er zoveel kan soms, hè, maar ja. dat, je moet daar ook je rust in vinden. Of zo. Ja, ja. Soms is het oké dat je het nog niet weet en dat komt wel uit. Of zo. Ja, ja. Dat fixt zichzelf. Nee, inderdaad, wel. Ik probeer zo lief mogelijk met mezelf te zijn. Van oké, je gaat ja. het wel halen. Allee, het gaat wel goed komen en zo, maar het is inderdaad ja, een beetje eng dat je het niet weet eigenlijk. Je wordt ja. wakker en je denkt van oké, waar ga ik naartoe? En dat is altijd wel een beetje een mini... Anxiety, ik denk dat bij veel jongeren. Ja, dat is ja. heel herkenbaar. Mm-hmm. Heel herkenbaar. Maar het is altijd wel, bij mij is het altijd wel goed gekomen. Of zo. Ja. Er is altijd ja. wel iets op mijn pad gekomen dat mm-hmm. goed uitkwam. Dus ik hoop dat dat voor u ook gaat zijn. En als er één ding is waarvan jij zegt, de politiek moet daaraan werken, of dat is voor mij de prioriteit waar de politiek mee aan de slag moet. Wat moet dat zijn voor u? Ja, dat is... Veel, maar er wordt ook veel gedaan. Dus, maar waar dat echt focus op moet liggen, is misschien ja, sensibilisatieonderwerpen die eigenlijk niet waar niet over wordt gedurfd te praten, omdat het wat moeilijk is. Dus alles wat dat met racisme en migratie te maken heeft. En ja, onrecht in de wereld, zeg maar. Mm-hmm. Dus nu bijvoorbeeld. Het Palestina-geval, mm-hmm. daar vind ik dat het in de politiek echt veel meer over gesproken moet worden. Omdat ja. er eigenlijk dezelfde energie zou moeten zijn als toen met Oekraïne. Dus daar, dat vind ik echt wel belangrijk, dat alle politieke partijen daar eigenlijk het onderwerp gewoon een platform geven. Want, ja. ja, dus onrecht eigenlijk moet, ja. moet een grotere plaats krijgen. Ja, inderdaad. Onrecht, alle soorten onrecht, maar vooral ja, oorlogsonrecht. Ja. Alright, heel duidelijk. Dikke merci alleszins om dit gesprek met mij te doen. En ja. bedankt dat ik naar u mocht luisteren. Jij bedankt. Dank voor de uitnodiging. Alright.